Op tweede Pinksterdag, tijdens de districtskampioenschappen van de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie gereden op industrieterrein Medel, heeft gedeputeerde van de provincie Gelderland Jan Makkink bekendgemaakt dat Tiel de gaststad wordt van het Gelders Sportgala 2013. Wethouder Driessen, met onder andere sport in zijn portefeuille, was namens de gemeente Tiel aanwezig en gaf een toelichting. We zijn hier omdat vandaag, hoe kan het ook anders, in een wielerstad als Tiel de districtskampioenschappen voor district Midden-Nederland van de KNU plaatsvinden. Dat is vanuit Gelderland, Utrecht en Flevoland. En wielrennen, prachtig natuurlijk. En deze districtskampioenschappen die zijn dan weer nodig om door te kunnen stomen naar Nederlands kampioenschappen straks. En ik heb ook eigenlijk nog een andere reden hier om hier te zijn. Wat ik net vertelde was als voorzitter van de KNU district Midden. Maar als wethouder, zoals u mij aankondigde, is het voor mij ook een reden hier omdat vandaag bekendgemaakt gaat worden door gedeputeerde Markink van de provincie Gelderland in welke stad het sportgala van 2013 georganiseerd mag gaan worden. Gedeputeerde Markink hield een enthousiast pleidooi waarom Tiel is gekozen als locatie voor het gala en maakte bekend wanneer het gala plaatsvindt. 12 december aanstaande, donderdag 12 december in de Agnietenhof, 's avonds roep ik iedereen op om daar naartoe te komen. Iedereen die wat met sport heeft, en dat is natuurlijk bijna iedereen, van harte welkom bij het sportgala in Tiel. Wat is de betrokkenheid van de provincie Gelderland bij dat sportgala? Onze betrokkenheid is dat we een ondersteuning doen, zowel in menskracht en ook in financiële zin. En we doen dat om de talenten en topsporters die in Gelderland aanwezig zijn een hart onder de riem te steken. En op die manier ook de aandacht voor te geven. Dat doen we ieder jaar. De sportgala is al geweest in Nijmegen, Arnhem en vorig jaar in Oude IJsselstreek. En dit jaar nu in Tiel. En daar worden mensen gehuldigd en in het zonnetje gezet die een geweldige prestatie hebben neergezet. Zowel op het gebied van nationaal, maar kan ook Europees zijn, kan ook wereldkampioenschap zijn. En vorig jaar was het natuurlijk heel bijzonder, er waren de Olympische Spelen. Maar goed, die zijn maar één keer in de vier jaar. Hoe gaat zo'n verkiezing in zijn werk? Kunt u daar iets over vertellen? Ja, dat is een jury. Een jury bestaande uit deskundigen die ook zicht hebben op wat de echte prestatie in de sport is. Vervolgens kunnen alle verenigingen, maar ook individuen, kunnen mensen nomineren. Dus dan is er een lange lijst, om maar zo te zeggen, een longlist. En vanuit die longlist wordt er een keuze gemaakt wie kampioen wordt in de verschillende categorieën. En dat is voor jongens, meisjes, dames, heren, ploegen, maar ook voor verenigingen. Dat is zoals we het aanpakken. En wat we ook doen is voor mensen die een handicap hebben, zijn ze ook speciale prijzen voor. Waarom is er gekozen voor Tiel dit jaar? Nou, omdat Tiel zich ook positief inzet voor sport. Ook een trekkerrol heeft in de regio hier. En dat spreekt ons aan. En Tiel heeft zich aangeboden en dat waarderen we door dan ook dit aan hun toe te kennen. Gaat de provincie nog meer doen hier in de regio als het gaat om sport? Ja, we zijn met de hele regio zijn we in overleg om te kijken van waar behoefte aan is. Dat kan zowel op het gebied van programma zijn. Hier in de regio is bijvoorbeeld bekend dat er nogal wat jongeren zijn die te maken hebben met obesitas. Daar kun je gericht een programma opzetten. Dat is het ene. Maar aan de andere kant doen we ook accommodaties. En misschien weet u het, maar ook hier in Tiel wordt er nagedacht om op het gebied van wielrennen ook structureel wat te kunnen doen. Zowel voor wielrennen als ook voor de BMX. Directeur Van Pelt van de Gelderse Sportfederatie, zij organiseren het gala met een aantal partners, gaf hierbij aan dat het sportgala het thema de zoete smaak van meekrijgt. Het thema is dit jaar de zoete smaak van. We zitten in een enorm mooie regio waar smaken de boventoon spelen. En we hebben hier natuurlijk Flipje. En daarom hebben we gekozen van de zoete smaak van. Maar het is ook de zoete smaak van overwinning, van excelleren, van talenten, van meedoen, van plezier. En er is natuurlijk wel een beetje een bittere smaak van verliezen soms. En daarom smaken maken eigenlijk het sportgala. En concreet, hoe ziet die invulling er dan uit? Dat is natuurlijk voor elke kijker nog een beetje een geheim. Maar die avond worden de prijzen vergeven aan de beste sporter, de beste sportster van Gelderland. Het beste talent, vrouw en man. En natuurlijk de beste gehandicapte sporter. Helemaal van verschillende smaken. Het Sportgala 2013 wordt georganiseerd samen met de provincie Gelderland, Topsport Gelderland en het Olympisch Netwerk Gelderland. En natuurlijk de Gelderse Sportfederatie.
Tijdens de persconferentie, gehouden in het pand van Metaglas in Tiel op Industriepark Medel, lichtte wethouder Driessen en gedeputeerde Makking tot slot nog het een en ander nader toe. Nou, ik wil nog wel een toelichting geven. We hebben ook bewust gekozen vanuit de provincie Gelderland om ook met de regio samen te doen. Ik heb het net al gezegd, regio Rivierenland is daar ook actief in. Tiel pakt daar ook een bijzondere plek in. En dat zie je tegenwoordig wel, dat ook in verband met bezuinigingen, middelen die niet meer ruim voorhanden zijn, dat er ook gezamenlijke nieuwe initiatieven opgepakt worden. En dat willen wij ook graag, vanuit de provincie willen we dat ook graag oppakken. Dus ook als het gaat om accommodaties, bijvoorbeeld een wieleraccommodatie, zouden we ook voor zo'n regio, zouden we in dit geval ook heel wat kunnen betekenen. Dus dat is eigenlijk ons doel, dat we op die manier ook, zeg maar, een soort binding organiseren tussen de sportverenigingen, de sporters, maar ook de gemeenten onderling. Zowel de heer Makink als mevrouw Van Pelt gaven al aan van gezamenlijk doen met de omliggende gemeenten, regio. En wij hebben ook juist de omliggende gemeenten van Tiel. We hebben het over West-Maarsewaal, Neder-Betuwe, Buren, Geldermalsen en Neerijnen bereid gevonden om het met ons op te pakken, omdat wij juist vinden dat sport niet even een momentje is van het sportgala. Nee, we willen dat gaan gebruiken om sport nog meer onder de aandacht te brengen en het inderdaad letterlijk te laten bewegen, want we weten als geen ander, en vandaar ook de zoete smaak van de vruchten, et cetera. Dat gaan we allemaal echt goed uitdragen om een ieder bewust te maken van wat sport is en gezonde voeding. Dus wij hopen voor een volgende deelnemer of een volgende organisatie, andere gemeente, de lat ontzettend hoog te gaan leggen en dat we dat kunnen bereiken hier. Oké, geweldig. Veel succes. Veel succes, denk ik.